Deze nieuwsuitzending is echt nieuws. Het is nu vrijdag 7 december 2018. En ik heb hier voor mij een artikel. En waar staat het dan? Wat is die website? Even kijken hoor. Oh ja, één vandaag. Oh, avrotros.nl. De NPO. Of zo. Het officiële kanaal. En die tekst. Het is vrij kort. Oh, er zit een filmpje bij. Maar dat ga ik niet afspelen. Geen zin in. Tot mij om de tekst. Toezichthouder DNB gaat ING-top niet onderzoeken. Oh, DNB is de toezichthouder. Want het DNB, dat was toch de Nederlandse bank? Nou, die hebben we niet meer. We hebben die lui daarin, waar zitten ze? Basel of zo? De Bank of International Settlements? Dat is een Nederlandse bank, we hebben er nog voor nodig. Wat? Maar die is dan toezichthouder en die gaat de ING-top niet onderzoeken. Nou, oké, dus prima. En dan de tekst die eronder staat en meer staat. Oh, wacht even. Je hebt onze advertentiecookies nog niet geaccepteerd. Nou goed, wijzig cookie-instellingen. Ik accepteer. Nee, dat wil ik ook allemaal niet. Onzin. En dan staat hier alleen maar een heel klein stukje tekst. Maar dan pis je echt in je broek van het lachen hoor. Toezichthouder, de Nederlandse bank. Oh, die had ik dus goed. DNB is de Nederlandse bank. Ja, dat dacht ik al. Toezichthouder, de Nederlandse bank, gaat niet toetsen of het bestuur van de ING nog wel geschikt is om de bank te leiden. Nou, een ING, dat is de Internationale Nederlandengroep. Zoiets. Dus een bank. Voormalig de Postbank. ING overtrad jarenlang de regels voor het witwassen van geld. Dus, als ik het goed begrijp, zijn er dus regels voor witwassen. ING overtrad jarenlang de regels voor het witwassen van geld. Kennelijk is het zo dat zo'n bankmaatschappij, stelletje sigaren smokende, je kent ze wel. Ze houden van barbecuen en brunettes. Stelletje van die bankiers die zeggen, we willen gewoon witwassen. En er is dus kennelijk, er zijn regels voor. En de ING, die heeft die regels jarenlang overtreden. Nou, ik heb hier twee vragen bij, hoor, als burger. Punt 1, hoe zien die regels eruit voor het witwassen van geld? Nou, leg het maar uit. En wat hebben ze nou gedaan? Dat is de laatste zin. In september, dus 2018, trof de bank, dus de ING, een schikking met het Openbaar Ministerie voor 775 miljoen euro om vervolging te voorkomen. Dat is een behoorlijk bedrag hoor. Wij wonen hier in Nederland met 20 miljoen mensen. Nou, daarvan is het iets van 10% werkt effectief.
En de rest heeft een uitkering, of die werkt voor een verzekeringsmaatschappij, of die loopt de poeha uit te hangen bij de politie, of er... Je kent al die nutteloze banen wel. In ieder geval 10% van de mensheid hier in Nederland werkt. In de zin van functioneert. Nou, dan deel je 775 miljoen, deel je door 2 miljoen. 775 gedeeld door 2, dat lijkt mij €400 per arbeider. Hier in Nederland. Ja. Ja, maar het geld dat zat bij de ING. Ja, maar wacht nou eens even. Waar haalt de ING dat geld vandaan? En de regels voor het witwassen van geld. Ja, voor degenen die dat niet weten. Het gaat om het volgende. Je hebt een bron van inkomsten. En die is illegaal. Nou, dan heb je ontzettend een hoop poen. Maar als je met die poen naar de bank gaat, dan zegt de bank van, hey, hoe kom je aan dat geld? Dus je moet dat op een of andere manier, het moet op je bankrekening komen. En dan kan je pinnen. Dan moet je het eerst omzetten in nummertjes in een spreadsheet. Dat is witwassen. Mij is verteld, en dat vond ik achteraf heel logisch. Er is een tent hier, is nou dicht hoor. Dat daar, ja, en de Ali, die heeft het eerlijk gezegd. Van ja, moet je luisteren, ik drink geen alcohol, ik rook geen tabak, ik rook geen wiet. Het enige wat ik doe is af en toe een beetje cocaïne. Ja, mag ik ook wat? Ja, voor mij mag die dat doen. Het is mijn spul niet. Later gingen dan kwade tongen beweren dat dat een cocaïne-distributiepunt was. Of een witwas, moet ik zeggen. Een witwasoperatie. Ze deden alsof ze heel veel verdienden. Maar dat was helemaal niet zo. Niet dat het daar ongezellig ondruk was, helemaal niet. Maar niet zo mega omzet. Dat is witwassen. En het is crimineel. De geld was waarschijnlijk uit de cocaïnehandel. Dat denk ik wel. Vermoed ik, dat weet ik helemaal niet meer. En dat heeft de ING gedaan. En dan hebben ze €775 miljoen betaald. Om vervolging te voorkomen. Kijk, als jij als financiële instantie meewerkt aan witwassen van geld, dat betekent dat je inkomsten, criminele inkomsten, die tover, niks aan de hand, zoals in die tent waar Ali achter de bar stond. Ja, dat is altijd heel erg gezellig en heel druk. En dat verklaart een hele hoop. En daar komt altijd geld vandaan. Allemaal legaal, hoor. Dus als bank werk je daaraan mee. Ja. Het lijkt mij niet echt dat je denkt, halleluja. Het is parasitair gedrag
van deze lui. Zo. Op basis van deze... Wat zijn er? Dat is 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10... 40 woorden. 50 woorden. Gepubliceerd door één vandaag. Van de Avro Tros. Op basis van dit officiële document... kan je de toezichthouder, de Nederlandse van de Nederlandse... de toezichthouder, de Nederlandse bank... die kan je per onmiddellijk... ja, iets leuks meedoen. Dat die man leert pingpongen. Maar ophouden met toezicht te houden. Maar wat heb je aan een toezichthouder die zegt... ja, kijk... kijk, wij, de bankiers, hoor ik zeggen, maar wij de bankiers, ja, wij houden ja, toch een beetje ja, met iedereen rekening. Dus als er dan criminelen zijn, en ja, dat willen we ook niet vervelend doen, want ja, voor ons, ja, de klant is nummer één. Ja. Nou, die bankiers moeten een sticker krijgen. En de Nederlandse banken in de huidige vorm, die schaffen we af. Wat heb je er überhaupt aan? Stelletje nutteloze eters. Zinloze eters. Wat is dat nou? Useless eaters. Bijna 1 miljard euro. Dat is de ING. Bij de eerstvolgende verjaarspartij ga je aan iedereen vragen, zit jij bij de ING? En als iemand dan zegt van ja, al heel lang. En je zegt, oh, dan ga ik niet naast je zitten. Nee. Dan wil ik de rest van de verjaardag niet met jou praten. Want waarom zou je? De ING, dat staat hier. De ING overtrad jarenlang de regels voor het witwassen van geld. Jarenlang. Meegewerkt aan criminele organisaties. Dus is de ING een criminele organisatie. Dus iedereen die een spaarrekening heeft, een rekening courant of daar wat dan ook bij de ING. Dat is collaterale meewerking of zo. Erg hoor. Wat ik ook vervelend vind is dat je op internet kan vinden dat die jokers van de Rabobank. Daar zitten wat aparte aristocraten bij met bijzondere gewoontes. En aparte kasteeltjes. Met keldertjes à la Marc Dutroux. Ja, dat wordt gezegd dan op internet. Zal ook alweer kloppen. Wat een puinhoop, vind je niet? Echt erg. Dit soort dingen wil je niet lezen? Ik niet, hoor. Ik denk, Jakiba. Ik vind het allemaal best dat die bankiers en van die mooie pakken lopen. En dat hoef ik helemaal niet. Maar op deze manier wordt het wel heel erg duur. Want de ING heeft dan een miljard euro afgerond. Hè, betaald aan het Openbaar Ministerie. Wat gaat het Openbaar Ministerie met die poen doen trouwens? Terugstorten? In het Nationaal Pensioenfonds? Ja, dat zou leuk zijn. Dan krijgt iedere arbeider hier in Nederland... die krijgt per direct ongeveer pak een beet... afronding van administratiekosten... €350 op zijn rekening gestort. Zo. Nee, dan gaan we even praten.
Nee, dat gaat natuurlijk ook niet gebeuren. Het Openbaar Ministerie die steekt dat miljard in een kas. En dan gaan ze onderhandelen met het ministerie van Defensie. Hebben jullie nog wat nodig? Want hoe zit het met die ISIS en die ESEL? ISIL bedoel ik. Maar hoe zit het met die ISIS? Of gaan ze daar dan de OV-chipkaartverbetering versie 2.0 van invoeren? Nu met een nog handiger, moeilijker te bereiken website. Die klanten van de ING, die zijn deze hun bedrijf, hun leverancier, die is een miljard euro kwijt. Ja, kijk, ik bankier graag bij de ING, want eens in de zoveel tijd dan raken ze een miljard euro kwijt, zoals Perry Winkel dat heeft gezegd op, wat is dat ook alweer, 7 december 2018. Dat vind ik een goede bank. Welke voetbaltrainer was het ook alweer? Die in Spanje zo'n furore heeft gemaakt. De vent met een kleine neusje. Die zei... ben ik nou zo slim? Of zijn jullie zo stom? Wie was dat ook alweer? Weet even niet. Sempre Negativo. Bij Ajax heeft hij ook getraind. Ja, dus, mensen die maken tegenwoordig helemaal niet meer uit. Tegenwoordig hebben ze een nieuwe hobby en dan gaan we in gele hesjes over straat lopen. Dat vind ik ook een geweldig idee. Ik vind wel dat er iets bij kan hoor, bij zo'n geel hesje. Bijvoorbeeld een rode bal op je neus. Doe een pruik op je kop. Of neem je koe mee. Nee, deze weggaan bij de ING... Bel iemand van de ING op en zeg dat je dit gehoord hebt. En vraag dan aan die persoon van de inbound telemarketing. Want die heb je bij de ING, die kan je bellen. Het is mijn bankier niet. Anders zou ik ze bellen. Als dit de Rabobank was geweest, had ik gebeld. Maar dit kan natuurlijk niet. Goed, maar de Rabobank die is dan... En dat andere verhaal met die pederasterie, de kleuterneukerij, wat dan gezegd wordt van de Rabobank. Ja, dat is vaag. Maar dit is niet vaag. Dit is... Is dat nou Avrotros of zo? Ja, Avrotros. Algemene Verenigde Radio Omroep en de TROS. Dat is ook een afkorting, denk ik. Vroeger waren dat twee verschillende. Ja, dit is officiële mededeling. Erg helder. De ING werkt mee met, of werkt met criminele klanten. Bewust met criminele klanten. Ze weten, bij de ING wisten ze dat die klanten de wet overtraden. En die klanten hebben ze geholpen. Een vorm van heling. Help je een dief? Nou, ik verkoop het wel voor jou. Dus die dieven, die misdadigers, die brengen dan zeg maar 100 binnen.
En dan krijgen ze 60 witgewassen voor terug. En 10 gaat naar de ING. En de rest, dat zijn kosten. Maar ja, de ING heeft een tientje op een, ja, of 10% of zo. Die hebben die witwaspercentages. Het is leuk over witwassen, behalve die tenten die dan met Ali, met die coke. Die Amerikaanse serie, die heet Breaking Bad. Zo. Erg leuk, daar zit ook een whitewash in. Superleuk gedaan. Ik kan erover lopen zeiken dat Breaking Bad, dat overduidelijk, stelletje Joden zijn die erachter zitten. En de Joden zitten overal achter. Die hebben toch ook 9-11 gedaan? Maar die film Breaking Bad, dat zijn Joodse mensen, dat is Joodse humor. Ongelooflijk leuk. Ja, het is geinig. Een geinige film. En die whitewash die erin zit, dat is zo leuk verzonnen. Nou, kijk hem zelf maar. Hij duurt wel erg lang. En het einde... je kan hem tot het einde toe uitkijken. Tegen mijn dochter heb ik 3 uitzendingen voor het einde... Of 2 uitzendingen voor het einde, heb ik tegen haar gezegd van ja, kijk, we kunnen hem nog wel uitkijken, maar in het kort komt het hierop neer. Ja. Dus mijn dochter heeft die laatste uitzending niet gezien. Ja, die is vrij saai. Dat is het ook. Die laatste uitzendingen, de fut is eruit. Zijn ze er klaar mee. Ja, dat moet ook wel. Het is best een leuke serie, joh. Ja, voor 12 jaar en ouder. Dan gaan mensen dood. Nou, misschien nog iets ouder dan. 14 jaar en ouder. Want dan gaan mensen dood. Ja. Oh, wat wordt er mooi gespeeld. Hoor... Daar is niks mis mee. Nou, we zullen die whitewash in Breaking Bad, dat is dan een car wash. Dus dan doen ze alsof ze heel veel auto's wassen. Maar dat is helemaal niet zo. Nou ja, ze wassen wel auto's, maar er komt dan heel veel geld binnen. Dat is niet van die klanten. Dat is van wat anders. Nou, zoiets kan je ook regelen van achter je bureau. Dat is geen enkel probleem. En dat moet even een beetje geholpen worden. En assisteer je daarbij? Dan zeg ik, jeetje. Ja, volgens mij mag dat niet. Hè? Ik had zo'n akkefietje. Een heel gewoon, normaal akkefietje. Dus mijn kind was 3. De moeder van mijn kind die was echt toe aan monogamie versie 2.0. Want ja, monogamie, ja, haar ding was het niet helemaal niet. Vanaf het begin al niet, maar... Ze dacht van, nou, als ik nou zeg dat ik monogamie wil, dan gaat hij tenminste tekenen. Dus ja, ik heb haar op haar woord geloofd. Dus zij zegt, jij wil gaan voor monogamie? Ik zet de handtekening. Ja, wist ik veel. En toen na 3 jaar, toen werd het me duidelijk van, oh my god. Nou, toen had ik had toen nogal wat vermogen... Dat had ik zo weg kunnen sluizen.
Varen dan niet met een bank? Nee. Dat doe je dan met een Joodse advocaat. Die kost ook geld. Maar dat is een onderhandse overeenkomst. Zo'n Joodse advocaat die begrijpt wel dat als de moeder van je kind loopt te wipperen met de buurman, dat er sprake moet zijn van een rechtvaardig huwelijk. En niet dat zo'n meisje, doordat ze op de rug is gaan liggen voor de buurman, dan de helft van het bedrijfskapitaal krijgt. Dat doen we even niet. Een Jood, niet alleen Joden, nee, ik wil niet zeuren. Zo. Maar een Jood begrijpt dat. Mag ik hopen. Anders schande over die Jood zijn voorvaderen. Laten we eerlijk blijven. Maar dat is ook een vorm van witwassen wat ik dan had gedaan. Dat geld wegsluizen, whatever. Geld? Oh nee, het is helemaal geen geld. Nee, is allemaal legaal. Halala, lala, mijn naam is Haas. En de ING heeft dus een partij wit gewassen. Die hebben er waarschijnlijk 1,5 miljard aan verdiend, denk ik. Die maatschappij dan, hè? Aan het witwassen. Die lui die werken met factoren. Zoveel overtreden, nou, dan betaal je dit. En het Openbaar Ministerie, die krijgt hier een partij poen mee binnen. Zo, dat ben je toch. Dan moet je nagaan dat morgen in de krant staat, iedere werkende persoon hier in Nederland, dus behalve verzekeringsambtenaren, politieagenten, ambtenaren in het algemeen, zeg maar. 400 euro, AUB, komt u maar. Er zou een volksopstand uitbreken. Dat is veel geld, jongen. En wat doet het Openbaar Ministerie daar dan mee? Nog betere, beveiligde gevangenissen maken? Geen flauw idee. Ik vind het zorgelijk. Dit is een overduidelijk bewijs dat dit slaat. Dit is een overduidelijk bewijs dat dat wat wij het financiële systeem noemen, helemaal nergens op slaat. Er wordt openbaar toegegeven aan plein publiek dat een gerenommeerde bank, zoals de ING, die werkt samen met criminelen. Dus dat betekent dat de ING die moet geïnfiltreerd worden door undercover agenten van de politie. Jonge jongetjes bij de politie en alleen maar zo'n lullig pakje aan van de H&M. Een beetje goede schoenen, anders krijg je voetproblemen. Je mag van die jeugdpuisjes hebben, is helemaal niet erg. Je moet onder de douche geweest zijn, haartjes geknipt. Tanden gepoetst, de nagels mooi afgewerkt. En dan s'morgens om 7:30 sta je naast je bed op weg naar de file. En dan ga je werken bij de ING. Namens de politie. Ja. Dan ga je alles in de gaten houden.
Het enige wat je hoeft te doen, dat is de e-mailadressen door te geven van die wetsovertreders. En de mensen bij de ING die dat willens en wetens aan meewerken. Want wie waren dat dan allemaal? Want dan hebben ze het over het bestuur van de ING. Maar hier staat dan, hè, de toezichthouder, de Nederlandse bank, gaat niet toetsen of het bestuur van de ING nog wel geschikt is om de bank te leiden. Ja, welke criminelen werken er bij de ING? Een stelletje koperdieven? Ja. Het hele ING die moet van binnenuit geïnspecteerd worden. En moet in kaart gebracht worden. En die undercover kinderen van een jaartje of 19 moet je ze dan hebben. Oh, die HBO opgeleid. Die stromen er zo naar binnen, man. En van de arme tierig minimumloon krijgen ze dan van de ING. Maar ja, dat wordt vanwege hun undercoverwerk aangevuld. Want wij zijn razend benieuwd naar de criminelen, hun namen, die werken bij de ING en de mensen waar ze mee omgaan. Nou ja, een politie, dat lijkt me een hartstikke leuk beroep. Rechercheren. Nou, hier weet je dat bij de ING, dat is een roversnest. En niet dat iedere kantinejuffrouw van de ING gearresteerd moet worden. Ik zou die kantinejuffrouwen van de ING voorlopig met rust laten. Maar ja, je weet het niet. Anders gezegd, als mijn tante Gerda kantinejuffrouw was bij de ING, dan had ik tegen mijn tante Gerda gezegd van, tante Gerda, je weet dat je daar werkt met die mafioso zo low, hè? Dus, wel een beetje, als je naar je werk gaat, een pepperspray meenemen. Je weet maar nooit wat je overkomt. Ja, het is erg. Ja, laat het maar een beetje om lachen. Ik weet de rest ook niet. Ik vind het te gek voor woorden. Dat wel. Hoe heeft dit zo ver kunnen komen? Hoe zijn wij afgedwaald van de smalle weg? En dan een beetje leuk blijven lachen. Lonneke, die heb ik laatst naar Geleen gebracht. Dat is een erg leuke dag. Wel een hoop stress in het begin, maar toen we eindelijk in de auto zaten, en het tuf. En ik wist de A73 te vinden. Moet je ook even weten. Maar niet zo moeilijk. De TomTom, die deed het niet. Die stond in de S-mode van stom. Ja, dan maar zonder stom. En mooi langs Roermond gereden. Jeetje leden. Ja, dat is een leuke dag. En dan had ik het met haar over dat gele vestjes protesten. En zei ze van ja, zij heeft ook Facebook. Natuurlijk. Ja, ik weet er wel wat van. Ja, ik stem niet eens. Dus ja, en dan protesteren, ja, dat vind ik ook een soort van stemmen. Want ik ben er tegen. Ja. Nou, ben ik met haar eens.
Ik zei wel nog van ja, het kan gezellig zijn. Als je dat leuk organiseert. Iemand moet een pan met echte soep meenemen. Bij wijze van spreken. Broodjes met geitenkaas voor de Mohammedanen. Trouwens, als je dat toch echt vet aan wil pakken. Ja, dan moet je met name die Mohammedanen vragen voor de broodjesvoorziening. Je kunt een lekkere broodjes bakken hoor. Want ja, je moet een heel eind lopen. Dus, ja. En dan de koffie, ja, die moet uit de buurt komen. Dus, maar wij via social media eventjes... Ja, kan je zorgen voor koffie? Ja, tuurlijk. En plastic bekertjes, dat mag dan tegenwoordig niet meer, maar... Nou, het mag nog bijna wel, hoor. Ja, het zou wel leuk zijn. Lekker bij elkaar komen. Niet schreeuwen, niet moeilijk doen. Gewoon lekker bij elkaar komen met gele vessies. Dan zeg je tegen elkaar, ben je er ook van overtuigd dat de Nederlandse bank, de toezichthouder, dat hij niks gaat doen aan dat witwasgebeuren bij de ING. Ja, dat vind ik ook, want dat heeft Perry gezegd dat dat bij Eén Vandaag van de Avrotros.nl werd verteld. En dat ging in totaal om €400 per arbeider. Ja, tel uit je winsten. En iedereen zich maar afvragen van ja, hoe kan dat nou? Ik wil wel in een leuke auto rijden, maar het enige wat ik kan betalen, dat is een, weet ik veel, een opgekalefaterde, je moest eens weten waar ik in rijd. Ik kreeg vandaag ook weer zo'n zorgelijke mail van Wim Kruidentuin. Er is iets met de startmotor. En dan is er een ding gemonteerd en een blob. En er zijn foto's gemaakt door Wim. En ik wil al die dingen niet weten. Ik wil in die auto stappen en die sleutel neem ik dan mee. En dan doe ik broem en dan gaat hij rijden. Niet allemaal aanwijzingen van ja, als je dan zus doet, dan moet je even daar. En er zit een schakelaar, die is er. En dan zie je al die mensen voorbij scheuren in Audi 6 en zo. En ja, daar komt dat gezeik vandaan. En die mensen rijden in belachelijk dure auto's en ik zit opgescheept met een Renault Clio. Maar ook niet noodzakelijk, we zouden wel wat beters kunnen rijden, maar dan toch. Een nieuwe auto, die heb ik nooit gereden. Nou ja, eentje. Ja, die was nieuw. Zo'n Volvo 440 ES. Donkergrijze uitvoering. Een leuke auto. Niet sexy of zo. Maar dan weet je waar je poen naartoe gaat als je kijkt naar al die echte dure auto's. Er zijn die bankiers. Ja. En dat Lonneke tegen me zei, van ja, ik stem ook niet meer. Ja. Dat vind ik heel terecht. Als je stemt, dan geef je daarmee blijk aan een brevet tot onvermogen. Als je iets zou willen stemmen, dan zou je dus willen stemmen dat de politie aan de slag gaat met dit krantenbericht. Ja, dat de toezichthouder de Nederlandse banken niet gaat controleren of het bestuur nog wel geschikt is, dat is tot daaraan toe.
Maar hier staat dat die organisatie jarenlang de regels voor het witwassen van geld heeft overtreden. Ja, dan mag de politie aan de slag, denk ik. Ja, dat kan dan niet, want het Openbaar Ministerie heeft een schikking getroffen. Ha, 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 ha. Ja, geef mijn portie maar een fikkie. Dat mag. En als ik 105 kilometer per uur rij, waar je maar 30 kilometer per uur mag, dan gaat gelijk de hele buurt zeggen van, hey, klootzak, scheur niet zo hard. Grapje. Al die parkeerboetes en snelheidsovertredingen. Ik ben ervoor dat we de Nederlandse bank, laten we toch even lekker, even voor de bankiers, de Nederlandse bank, dat wordt weer de Nederlandse bank. Die print de guldans. Net zoveel als dat ze wil. In opdracht van het parlement. Het is zo makkelijk. Die Karl Marx, ik weet niet of je die kent, die Duitse schrijver. Het was een bla bla bla, man. In de slechte zin van het woord. Hè. Maar economie, dat is heel simpel. En geld, ja. Dat... Eigenlijk heb je dat niet nodig. Niet voor je economie. Geld heb je nodig voor nutsprojecten. Er moet een snelweg komen en allerlei sukkels moeten bereid zijn om met scheppen te gaan graven en asfalt te storten. En, die mensen moeten daar wat voor krijgen. Terwijl die weg, die ligt er nog niet eens. Die kan niks opleveren. Dan moeten die wegbouwvakkers, die krijgen geld. En dan kunnen ze de cadeaubonnen, die kunnen ze daarna laten wapperen. Daar heeft een overheid geld voor nodig. En voor de rest. Ja, mensen onderling, daar kan het handig voor zijn. Maar tussen mij en Wim, wij doen niet per se aan geld. En we werken wel met elkaar. Zij doet dit en ik doe dat. En de omgeving is daar erg blij mee. En terecht. Dus geld is niet per se noodzakelijk voor een samenleving. Geld is nodig voor die grotere dingen. Ja, en voor kinderen om een ijsje te kopen. En voor een volwassene om een biertje te kopen. Ja, dat mag wel. Als je bier gratis gaat weggeven, ja, dan weet ik al hoe het loopt. Nou, ik heb er nou 10 op. En ik heb echt het idee dat dit bier ongelooflijk gratis is. En ik denk, nou, als ik 10 gratis kan hebben, dan... Ik denk dat ik...
Oh, wacht even. Ja, wat wou ik zeggen? Doen we nog maar een biertje. Dus in zekere zin is geld nodig. Maar dat gegoochel wat die bankiers doen, dat heb je niet nodig. En als ze zich dan ook nog inlaten met criminele praktijken, wat de ING dus gedaan heeft. Ja. Dat is geen goed nieuws. Dat wil ik maar zeggen. Spelen met geld. Dat is gemeen hoor. Dat is ook raar, toch? Die crisis in 2008, dat is uitgeplozen. Hè? Daar zat een... Dat was ook een whitewash. Dat had te maken met drugsgeld. Cocaïnegeld. En dan heel veel. Nou, over de hele wereld waren ze bezig met geld in de rondte te pompen. En dat clash dan, hè? En wie is daar de dupe van? Ja. De vogeltjes en de bijen. Ja, wij dus. En als je wil stemmen, ja, stem dan hier tegen. Maar dat kan niet. Ja, je mag wel stemmen in Nederland en dan mag je kiezen of je blauw wil, of rood, of groen, of oranje, of paars, of groen-wit. Wat hebben we nog meer? Er zijn tijden geweest, hè? Dat vond ik hartstikke leuk. En dan kookte ik 3 keer per week gemiddeld voor mijn kind. En ik vind koken heel leuk. Leuk om te doen. En dan vraag ik aan haar, wat wil je eten? Nou, dan mag ze zeggen wat ze wil. Ze mag ook zeggen, het maakt me niet zoveel uit. Ik zou iets lichts willen eten, want ik wil zo snel mogelijk de deur uit. Was het een zomeravond? Oké, even denken hoor. Nou, dat werd dan, weet ik veel, een tosti met tomaat of zo. Ik zeg maar wat. Vissticks met ijsbergsla. Dat is een mooie lichte maaltijd. Lekkere olijfolie erbij. Kijk, dat is stemrecht. Dan mag mijn kind stemmen. Over wat ze wil eten. Ze mag ook zeggen, ik wil niet warm eten vanavond. Ik wil koud eten. Ik wil vlees eten of juist niet. Ik wil vis eten of... Ja. Zeg maar. En niet dat mijn dochter de keuze heeft of ze blauw wil eten, groen wil eten, rood wil eten, oranje wil eten of wit, groen. En dat is het. Mijn dochter nu mocht ook kiezen om op haar kamer te eten. Als een zelfstandige. Van, ik eet op mijn kamer. Met een vriendje.
Dat is toch leuk? Om je kind te laten stemmen. Het zou toch leuk zijn als onze overheid ons laat stemmen? Het lost een hele hoop problemen in één keer op. Weg met die... Ja, niet weg met die JSF. Die Joint Strike Fighter. Dat is ook zo'n bankenproject. Jeetje, wat een stuivertje, stuivertje, balletje, balletje spel is dat, ze. Oké, de Nederlandse overheid betaalt aan McDonnell Douglas een bedrag en dat heet X. En daarvoor komt er een fractie terug. En die fractie noemen wij Y. En die is minder dan X, per definitie. Want anders, ja, dan kan het niet. Dus X moet groter zijn dan Y. En een Y komt terug. En daar scheppen we banen mee. En om X te betalen aan McDonnell Douglas, moet je X plus Z investeren. Als Nederlandse bevolking. Om dat contract rond te krijgen met McDonnell Douglas. Dat kost ook een patiënte, hoor. Hoor. Ga er weer. En JSF, daar heb ik helemaal niks aan. Ik zou het niet weten waar je het voor nodig hebt. Ik zou wel willen stemmen. Maar dan over de essentiële dingen. Vaccinaties worden vrijwillig. En als mensen dan heel bang zijn van ja, straks krijg je in plaats van de H1N1, dan krijg je de H17N13. Nou, en daar wil ik wel voor verzekerd zijn. Van die doomsday personen. En die zijn dan bang dat er de H13 en 17 uit gaat breken. En daar willen ze voor verzekerd zijn. Ja, dan neem je daar een contract voor. Waarom niet? Ik niet. Ja, maar Perry, straks ga jij dood. Ja, en... aan de H13 en 17? Ik zou zeggen, maak je niet zo'n zorgen. Hè? Ik loop nog eerder voor de bus. Maar ja, zo gaan die dingen. 1 miljard euro. Wit gewassen. Ja, net al. En de politie doet niks. Nou, ik zie ze ook de hele... Ik snap het wel hoor, want hier in Arnhem op donderdagavond op de Korenmarkt... stampersvol met politie. En van die paarden, kattenklop, 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 kattenklop. Dat kost toch geld, jongen? Ja, we zijn op zoek naar stoute burgers. Kattenklop, 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 kattenklop. Ja, maar niet op bezoek bij de ING, hè, homo's? Wat heeft nou die vent? Dat is even leuk. Ja, ik heb nog heel even. Dat is de zoon van Emile Ratelband. En die heeft... Even kijken. Probeer het zo. Ratelband... beledigd. Politie. Dat stond in de Gelderlander. Politie. Oh ja. Oké. Okay. Oh, ja, Nee, het staat er helemaal niet bij. Uh,
Hij kan niet vinden. Wacht even hoor. Wat staat hier? Okay. Dan gaat het om wat die zoon van hem heeft gezegd. Rolls of Royce. Die zei ook, het zijn een stelletje homo's. Het slaat toch helemaal nergens op. Die bankiers, die jatten, ik weet niet wat. Ha, 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 ha. De brunettes zijn van ons. Nou, dat jat maar. En wij moeten ons aan de regels houden. Ja. Kijk, er is maar één regel waar je je aan houdt. En die heet de regel. De Bijbel. Een beetje uit respect en alles. Toch? Dat vind ik belangrijk. En ik denk dat God dat ook vindt. Dat is trouwens wel jammer. Ik kijk nu naar het AD. En daar staat dat die zanger van de Buzzcocks, Pete Shelley, die is dood. Dat weet ik. Goeie zanger, goede componist. Goede artiest. En goede vrienden. De Buzzcocks. Wat is dit nou hier? Wat hier nou staat? Sorry, het was toch nieuws, hè? Wat hebben ze nou gedaan? Even klikken, hoor. Voordat ik, kun je dat... Ja. Oh. Waar is dit? Oh, wat lekker. Het gaat regenen buiten. Buiten, ja. Waar is dit? Oh, wat heb ik zo? Oké, het zit als volgt. Een voormalig Lutherse kerk is omgebouwd tot tapzaak. Bar. Er is nou een week open. Ja, het is weer even wennen, hè? Je moet naar de Van Muilwijkstraat in Arnhem. Het schijnt moeilijk te vinden te zijn. Ja. Ja, het is ook wel mooi. Ja, ik hou niet zo van beelden en dingen. Maar het is wel een mooie kerk. Jammer dat er geen diensten meer gehouden worden. Wat nou? Ze gaan ook nog een kerstboom doen.
Oh. Jeetje. En dan kan je een nacht overnachten voor 100 euro tot en met 130 euro. Zo, 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 zo. Ja, het zal wel een goede tent zijn. Ik zou er niet naartoe gaan. Maar... Ah, ik wil geen anti-reclame maken. Het was toch een kerk. Maar als je dan toch in Arnhem wil overnachten. Punt 1, je moet eerst gaan zorgen voor ja, een leuke dagbesteding. Café de Wacht, Streetcafé, Sonsbeekpark. En je hebt dat hotel hier, dat is een drijfhotel, dat is een boot. Dat is wel niet zo heel duur als dit, hoor. Kan je er ook lekker overnachten. Ja, ik zeg verder niks, dat maakt mij niet uit. Die bankiers hebben geld genoeg. En wij hebben genoeg. Toch? Hey, dank jullie wel voor het luisteren. Ik stel dat erg op prijs. En op zijn hamburgers zag ik tjus. En dag lieverds.